naam is Sander de Zwart en ik ben ASP-coach. En ik neem jou als man mee door de aspecten van hooggevoeligheid in je leven. Mooi. We zitten hier samen in het prachtige duingebied in Schorel. Vandaag gaan we het hebben over de HSP-man als liefdespartner. En ik heb hier naast mij Erik van Beek bereid gevonden om daar samen even over te praten. Want ik denk ook van het is leuk om eens te horen van iemand anders, van een andere HSP-man, hoe jij jouw eigen rol ervaart in een relatie. Wat kun je daarover vertellen? Met een korte samenvatting te beginnen ben ik denk ik 25 jaar aan het zoeken geweest om balans te vinden in mijn liefdesrelatie. En dat is, die bestaat uit 3 lange relaties van 9 jaar, 6 jaar en 10 jaar. Waarbij ik altijd heb gezegd dat ik interessant ben in het begin omdat ik niet normaal ben misschien of anders ben. Maar dat dan de andere persoon mij heel snel wilde veranderen. Dat dacht ik. Maar daar ben ik ook achter gekomen dat dat niet precies zo werkt. Mm-hmm. Want ik ging me aanpassen en ik ging pleasen en ik ging helpen en ongevraagd helpen en dat kan ik heel goed. Ja. Dat. En dus ik heb altijd de schuld buiten me gelegd dat daar dat ik niet gelukkig werd of niet in mijn kracht kon blijven omdat de ander mijn vleugels naar beneden ging brengen. Dat zei ik altijd. Maar daar ben ik de laatste 2 jaar wel achter gekomen dat het andersom is. Dat ik niet in mijn kracht bleef staan en daardoor mijn liefdesrelatie ook niet kon ontspannen en kon worden zoals ik eigenlijk zou willen. Mm-hmm. Dat. En ben je altijd al bewust geweest van je hooggevoeligheid? Ja, als ik terugkijk, om mijn 17e was ik al boek over dynamo's aan het lezen. En was ik dat vragen aan het stellen en dan had ik al mensen die op mijn pad kwamen en die zeiden van oh, lees dat eens en lees dat eens. Nou, daar waren de meesten denk ik niet mee bezig, maar of, ik kon het niet benoemen als hooggevoeligheid. Tenminste, dat wist ik niet dat het HSP Nee, precies. Maar ik was wel heel erg, dat ik studeerde en ik moest, wanneer ik moest leren, dan deed ik het. Maar andere tijd was ik altijd aan het lezen en aan het verdiepen en aan het, Maar dat heb ik heel lang achterwege gehouden om mensen het niet te vertellen. Ik heb heel intensief gevoetbald, daar heb ik nooit iets over verteld dat ik daarin geïnteresseerd was. Bang voor afwijzing of schaamte. Ja, en hoe is dat dan in je relaties geweest? Kon je daar wel openlijk over praten? Dat is goed. Ja, mijn eerste relatie heeft ook toen nog wat van die boeken gelezen. Dus dat was wel, ik kon wel daar gewoon open en vrij in zijn. Maar als ik terugkijk, dan ben ik toch telkens vrij snel van mijn pad afgegaan. Gaan vluchten, met name. Dus ik verzin maar een vlucht en ik ken hem in mijn relaties. Dus het kon er wel zijn, maar nooit vanuit mijn kracht en haar kracht dat we in sync konden beleven wat het zou toe kunnen voegen, zeg maar. Ja. En dat ben ik, dat. Maar is het dan ook zo dat je van al die jaren ook eigenlijk gewoon op zoek bent geweest naar wie is Erik eigenlijk? Ja, en dan als ik dan terugdenk, denk ik mentaal, of ik wist al vrij snel vrij veel, maar dan op sommige momenten zo ver van mezelf af verdwenen en dan middelen gaan gebruiken of slecht eten of slecht voor mezelf zorgen. Dus dan voegt het, wordt alleen maar erger het van mezelf af zijn. En ik heb wel een aantal heftige momenten mee moeten maken om wakker te worden en dan weer terug bij mezelf te komen met een knal. En dat is dan het uitmaken van een relatie. De eerste keer, want het was mijn kal voor liefde als het ware. Ja, en dat initiatief lag bij jou. Dat lag bij mij. Ja. Maar ik moest er wel verliefd voor worden op een ander om die stap te durven maken. Okay, ja. Want ik accepteerde dat ik eigenlijk steeds de dalen dieper werden en de pieken minder hoog werden. Mm-hmm. Ik dacht, zo zal mijn leven wel moeten zijn. Zo in zo'n neerwaartse spiraal zat ik. En toen kwam er ineens iemand op mijn pad. En ik dacht, oh. Dit kan ook nog. Ja. Ik had ineens weer vlinders in mijn buik. En dat was maar een heel kortdurende affaire. Maar het was wel nodig om weer even te recalibraten, om het zo maar te zeggen. En dat was dan ook weer even verdrietig. Maar daardoor leerde ik wel van aantrekken en loslaten. Ja. En niet vast blijven houden, ondanks dat het niet meer oké is.
Dus dat was wel een proces, dat was een mooie stap. Ja, ja, en ik hoorde je al zeggen van ja, vooral in het begin van de relatie, ja, dan is het allemaal heel leuk ja. En verliefd natuurlijk. En, ja. Maar al gauw, ik merkte, of je noemde het woord gedachte. Ja. Je hebt in gedachten eigenlijk dat je moet aanpassen aan de ander. Ja. En dus ergens komt er een moment dat je niet meer zo die interessante partner bent, denk je zelf dan. Ja, ja. En wat gebeurt er dan met jou op zo'n moment? Nou, ik heb een kindstuk gehad waar ik de confrontatie voor mij er was. Dus in die relatie ging ik ook niet vertellen wat ik wilde en wat mijn behoeftes waren. Hè? En door dat niet te confronteren en de ander niet te willen teleurstellen, boog ik af als het ware. Dan verdween ik langzaam. Ja. En dan raakte ik uit beeld of ik werd stiller of ik ging andere mensen opzoeken om juist mijn contact daar te leggen. En dus ook weg van mezelf. Ja. Dat gebeurde er. En toen mijn eerste relatie overging, toen kwam ik daarna bij een andere vriendin, die ook de moeder van mijn kind is. Die had weer een hele andere energie als die eerste vriendin. Dus daar kon ik weer, zacht en lief kan ook. Maar dan was dat het blik waar ik alleen op viel als het ware. En ik ben nu wel gaan zien in verliefdheid. Je trekt in mijn ogen iets aan wat nog van jou geheeld kan worden. Dus het heeft een nut in een relatie waar je elkaar aantrekt. Ja. En in een derde relatie was het ook weer het aantrekken in die zin. Hè, dat je dus elkaar nog moest helen. En ik ging, toen we starten, ik zei, kom maar op mijn rug zitten. Ik draag jou wel. Want zij was een tijd al ongelukkig en ik was ongelukkig. Nou, we kwamen zo bij elkaar. Maar zo was ik 4 jaar aan het lopen met iemand op mijn rug. Ja. En dacht ik, dit is niet fijn. Dit is hartstikke vermoeiend. Precies. Maar dat was nog in mijn onstuimigheid en mijn naïviteit om te denken dat ik de fundering van die ander moet zijn. Mm-hmm. Ja, kijk, jij hebt er dan niks aan, maar uiteindelijk heeft zij er ook niets aan dat je haar continu draagt. Nee, en dan voel je je natuurlijk gewaardeerd en erkenning. Mm-hmm. Ja. Maar dat is niet het verhaal. En op een gegeven moment werd ik moe. En toen ging ik steeds meer voelen van, we zijn dit en volgens mij moet het dit worden. Maar toen als je dat inzicht krijgt, dan wil je dat gaan forceren. Dus ik ging haar vertellen, we moeten naast elkaar gaan staan en de liefde-tempel dragen en bla bla bla. En toen ging ik een boek lezen van Jan Geurts, Verslaafd aan Liefde. Nou, daar stond het letterlijk in. En het is ook weer een proces wat je aangaat. Ja. Weer het proces naar jezelf terug. En het mooiste is dat als je dan in die relatie dat ook samen nog bewust van kan worden, dat de toegevoegde waarde is om naast elkaar te leven in plaats van die afhankelijkheidsrelatie. Precies. Ja. Maar dan moet je wel zelf allebei die stappen willen zetten en het perspectief ook zien waarom het een toegevoegde waarde is. Want het is ook eng. Ja. Ja, en dat dit veranderd is, of jouw beeld daarover, dat is pas van de afgelopen jaren. Ja, ik denk wel 1 jaar of 3, 4 denk ik dat het geleden is dat ik ging zien of eigenlijk te moe werd om het op deze manier te blijven dragen. Mm-hmm. En terug ging kijken in het verleden van, wacht even, dit is een patroon wat zich herhaalt. En toen ben ik hard aan de slag gegaan met mezelf. Ja, en wat gebeurde er waardoor je tot dat inzicht kwam? Goeie vraag. Nou, ik denk dat het, niet het moment, ik denk dat het een opbouwend geheel was. En net als mensen in een burn-out komen, dat het niet één moment is, maar dat het een opeenstapeling van is. Waardoor je dan zo moe wordt en verdrietig wordt. Ja. En dat het dan naar buiten komt en dat je dan of hulp gaat vragen en dat je dan dus inzicht gaat krijgen. En dat je dan dus geholpen gaat worden. En dat het belangrijk is. Ja. Dus durf hulp te vragen. En dat las ik in dat boek van Jan Geurts ook over die relatie. Nou, spirituele relatie, dat is allemaal mooi gezegd als je dat wilt hebben. Maar dat betekent wel bewustzijn van beide mensen. Hè? Om elkaar te steunen in dat levensverhaal wat jij hier aan het doen bent en wat de bedoeling is. Ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen, nu de laatste maanden komen we echt weer in een nieuwe fase terecht bij mijn huidige vriendin. Dat we echt geworsteld hebben om dit los te frikken. Dat je allebei bij beide die ontspanning ziet in dat stuk. En het besef, wacht even, dit is jouw verhaallijn en dit is mijn verhaallijn. En we zijn hier om elkaar te ondersteunen. In plaats van om iets af te nemen van elkaar. Wat in een afhankelijkheidsrelatie vaak onbewust gebeurt. Ja. En dat is, dat betekent wel een nieuwe dimensie. Mijn liefdesrelatie. Ja, precies. Want je zegt ook inderdaad iets heel moois, want eigenlijk in de liefde vul je elkaar aan, maar je vult elkaar niet op. Nee,
precies. Want dat is ook wat je, dat boek van Jan Geurts, inderdaad. Ja. Dat, ja, heel veel mensen zijn op zoek naar iets wat ze in zichzelf missen. Ja. En ja, dat vullen ze op met de liefde van de ander. Maar dat vult uiteindelijk hun eigen tekort niet, niet op. Nee, dat klopt. Ik denk dat daar nog veel onduidelijkheid is over relaties. Dat de romantische liefde gedacht is dat dat de bedoeling is. Ja. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Je bent verliefd en na 3-4 maanden is dat stofje uit je hersenen. Dan is de blindheid weg. Ja. En dan komt het op. Dan gaat de ander je reflecteren en spiegelen. Ja, en dat is niet erg, want dat is de bedoeling. Maar als je snapt dat dat de bedoeling is, dan ga je er anders naar kijken. Dan ga je er anders naar kijken, ja. Dus ik ben nu ook anders gaan luisteren. Dus als man jij iets zegt, probeer ik ook beter te luisteren. Wat zeg je nu eigenlijk? Want waarschijnlijk wil je me helpen. Maar je vertelt het soms uit frustratie misschien. Maar er zit wel een boodschap van mij in. Mm-hmm. En ik heb heel lang gevoeld van, oh, je komt iets afpakken. Ja. En dat is nu aan het veranderen. En als ze dan vraagt, luister je? Ik zeg, nee, ik luister echt naar je. Want ik ben heel benieuwd wat je aan het zeggen bent. En dat is een verandering. En dat is, dan ga je dus luisteren naar de omgeving die iets aan jou te vertellen hebt. En dan is, denk ik, je partner dat er een van de grootste gidsen in. Om daar zelf van te groeien. Ja, mooi. Ja. Ja. En heb jij voor de kijkers nog een ultieme tip in relatie tot hooggevoeligheid? Dus eigenlijk de overprikkeling die in een relatie kan ontstaan. Van hoe, heb jij een ultieme tip? Een tip is wel, schrijf je eigen behoeftes eens uit. Maak daar eens een overzicht van. Ja. En dan kun je ook dat aan de ander presenteren als je wil. En als je je behoeften zelf helder hebt, dan weet je ook duidelijk je grenzen aan te geven en mee te veren wel of niet met de ander. Dus begin bij je eigen behoeftes. Dat. Mooi. Dankjewel voor dit interview.